Wat zoek je zelf? Dat is de vergadering, hè? Je bent er weer bij. Het is mooi weer, dus ik denk dat Gertje wel achter de tuin zit. Ik weet het wel zeker, want ik heb al een foto gezien van onze voorzitter. Zit de voorzitter al? Die zit er al. Ja, tuurlijk, die zal toch eens een keer niet zitten. Maar wat zullen we doen? Zullen we die maar eens lopen? Wie zullen ze even kijken of dat er is of niet? Ja, laat ik maar eens even kijken. Dit. Wat een feest gisteren ook, hè? Wat een feest gisteren, man. No. Hoi. Dan kunnen ze wel door in Darp. In Darp? Ja, we moesten eerst weer 30 keer zeggen van wie Darp was. Waar Darp lag. Die dachten dat ze allemaal in de maling namen. Hé, maar kijk dan nou eens. Ja, dan. Kijk dan eens. Waar komen jullie? Hoe wonen jullie hier in de buurt, jongens? Ja, we wonen hier in de buurt. Dat wisten we niet. Nee, maar we wisten dat jullie vergadering hadden. Wat een sportiviteit. En volgens mij heb ik nog wat te verrekenen met jullie. Oh, dat moet je helemaal. Dus daarvoor komen we ook op de vergadering. Maar dat is niet zo groot. In deze buurt? Komt er aan, denk ik. Ja, hij komt er aan. Kom eens in, B-man. Hij is verbaasd, lekker. Hij wist dat we kwamen. Fiets op doen, hè? Maar wel. Dag, vriend Gert. Dag. Hoe maakt u het? Ik heb hier een hekel aan, jongens. Dat weet mij. Kom binnen. Kom er eens bij. Kom er eens bij. Maar het voorzitter ook even ophalen, want die is... Ja, alle huur zit er ook. Ja, dan nam je al eens zien dat hij er al bij zat. Moment. Ene. Jan. Kom. Hij vond het niet. Is dit er toch allemaal hier? Ja, het gebeurt er. Goeiedag. Goeiedag. Voorzitter, ik weet meneer Jan dat het vroeg was voor me. Ik heb het mes niet geraakt. Goedendag voorzitter. Goedendag. Ja. Geld. Ja. Daar staan we dan. Daar staan we dan. De eerste vergadering. Denk, bepakking is helemaal uit. Ja. Ja. En we zijn hier in één keer twee mannen fietsen. En die wonen hier in de buurt. Misschien voor het eerst dat je je blouse hebt gestreken. Daar hebben we het niet over. We hebben over die twee heren die aan het fietsen waren hier. En toen zei ik al, wonen jullie hier? Nou, nee zeg, maar we kwamen zo lang en toen zagen we jullie lopen en we dachten we gewoon even mee. Nou jongens, ik zeg, bij deze bij jullie nodig. Kom mee. Gezelligheid dus. Kan niet op. Ja, we pakken uit. Ja, we pakken uit. Ja. Ja, verrassing hè man. Gaat zakken, wat denk je hier? Nou jongens. Leuk hè? Nou leuk. Hoezo? Nou, zullen we eerst maar aan de koffie gaan dan? Dat lijkt me een goed plan. Ja. Okay. Ik weet niet of je zo'n op een kopje zet. Ja, je hebt dan een plastic bekertje. Ja, nou, kom maar in binnen. Ja. Dag, Jan. Proost, hè. Yo, nieuwe seizoen, hè. Op een vreugdevolle vergadering. Ik denk dat dat niet meer lukt. Samenkomst. Bijeenkomst. Nou, Hulde. Hulde. Lukt het nou, hè, man? Ja. Lekker. Koeken jongens met biertje. Maar ik denk dat wij het woord maar gaan geven aan Prins Bolly. Ja, ik was hier langs en ik las van de week op Facebook dat jullie weer de vergadering hadden. Dus ik dacht even, nou moet ik eens even inspringen, want dat gaat iets niet goed bij jullie. Wilt u zich richten tot onze voorzitter als ja, ook. Maar we hebben met de carnaval hebben we de uitreiking gehad voor het goede doel. Dat waren Sosselong TV. En ik zou een rekening krijgen. Waar ik het geld kon opstorten. Maar, tot nu toe. Nooit gebeurd. Nee, dus. Kunnen voorstellen hoe moeilijk ik het heb, John? Ik kan het wel heel veel voorstellen hoor. Dat is, je delegeert, maar ze doen geen kloten. Nee. Behalve Hans. Hans doet alles. Nou, Hans was er niet bij betrokken. Ik zou je ook wel vertellen. Oeh. Die Batsen, ja. Die zit wel te mopperen soms hoor. Maar, hij heeft het wel georganiseerd dat ik hier nou ben hè. Ons Hans. Nee. Daar geloof ik niks van, dat heeft Hans ervoor gezegd. Ik heb zaterdagmiddag bij hem gezeten en we hebben hem overlegd. Na een kistje bier waren we erover uit wat we moesten doen. Dat was dus de telefoontje van Hans kreeg van Gert, ik zag Bats in de stad, die was zo blauw als de pest, ik heb er overgenomen. En bedankt weer. Nee, maar bij deze wil ik eigenlijk het geld hier overhandelen. Want ik moet wachten op die rekening. Dan komt het denk ik niet goed. En dan kan je van seizoenen verder, denk ik. Ja. En jullie willen aan verpand om leuke dingen ermee te doen. Ja. En jullie hadden het hard nodig. Ja. Want alles wat jullie doen is ook vrijwillig. Ja. En alles... Niet vrijblijvend, Batsen. Nee, maar wel vrijwillig. En alle giften zijn welkom. Ja, absoluut. Dus bij deze wil ik dus eigenlijk
En eigenlijk aan de dure voorzitter en de handmeester. We hebben een Nathan voorzitter, dat was klopt. Oh, er zit nog een papiertje in waar je even ondertekenen moet, dat je het in ontvangst hebt genomen, want anders dan heb ik bij de deurzakkers weer een ander probleem. En terecht. Maar alleen op touw. Ja, en terecht. Eerste Sassendonk TV-pen. 444 euro. Allemachtig! Wat een geld, hè? Ja, jongens. Het is nog nooit zo hoog geweest, hè, een opbrengst van een kerstwinkel. Nee. Maar ik hoop dat wij kwamen optreden natuurlijk. Ja, dat scheelt een boel, maar we willen nog meer mensen. En natuurlijk ook door mijn gelul, hè? Ja. Ja. Ik wil dat geld ook bij de mensen nu te zijn. Ja, maar dat valt niet twee. Ja, mensen betaald, dus dan op naar de weg om. Is het dit jaar weer een kerstbingo? Misschien was even een mogelijkheid voor een mooie. Dit jaar is weer een kerstbingo. Het is 16 december. En het begint om 3:30. Maar we doen het wel van. 16 december om 3:30 begint dus de kerstbingo. En iedereen is weer van harte welkom. En we hopen natuurlijk dat Sassendonk TV ook weer een opname kan maken. En zingen misschien wel. Wie weet wat ze doen. Wij waren wel goed, hè? Jullie waren hartstikke goed met zingen. Dus het publiek was ook heel enthousiast. En ze wilden eigenlijk meer nummers hebben. Dus ik verwacht eigenlijk dat jullie nog drie nummers in elkaar plaatsen. Wel naar een muurte met die nummer. Nogmaals, hartelijk bedankt. Ja, bedankt voor hun nummer 1. Applaus! Van Bali! En de deur zo bezig. En 11 uur erin. Heel Sassendonk, hè? Ja. En nu heb ik eigenlijk nog één vraag aan Gert. Oh. Want mag de camera blijven lopen? De camera mag blijven lopen, want iedereen heeft het ook gelezen op Facebook, denk ik. Jij doet nog wel eens wat, hè? Jij brood nog wel eens een biertje zo hier en daar. Links en rechts, ja. Ja. Is dat ook wel eens een keer verkeerd gegaan? Ja, absoluut. Ja. Wat is er gebeurd dan in de kelderkast? Ontplofte een flesje. Eentje? Of, nee, het was eentje. Maar dat was zo rotklap dat ik dacht dat de vrachtwagen aan de deur binnenkwam. Ja, maar dat is niet vaker over gebeurd. Nee, dat is, dat is maar één keer gebeurd. Ja. Toen heb ik Batsen gauw gebeld, hebben ze weggesloekst. Tweede aanval. Ik heb er nog een filmpje van. Nou, laat eens een keer zien. Laat ons verrassen. Ja, misschien zet ik dat wel eens een keer online. Misschien wel online. Het was zo, we gingen hier om 2:00 zitten. Ik belde nog op, ze had ze kom gauw, want ze zijn lekker. Ja, ze waren ook lekker. Alleen ik had alcoholpercentage nog niet berekend. Nou, ik had de 4 op. Toen ben ik naar binnen gegaan om even te piezen. En ik werd s'avonds om 10:30 wakker op de bank. En wat ertussen zat, dat weet je niet. Dus dat waren, hij was wel mooi rustig. Ja, dat biertje noemden we ook de dreun. Ik ben ook wat lachen op de achtergrond. Dus dat kan ook een mislukking zijn, John. Dat kan ook een mislukking, ja. Maar zo'n biertje, dat ga je introduceren hier in Zolle? De dreun? voor de mensen... Ja, maar die moet je op de rand van het bed opbrengen. Ja. Ja. Maak er een paar voor de verloren. Het was niet, want dan kom ik niet meer aan mijn werk toe als ik moet blijven. Ja, ja, voor de verloding. We willen graag een paar hebben voor de verloding voor de kerstbingo. Voor de kerstbingo. Maar daarachter Randy, daar staat een kast. Misschien kunnen jullie het zien, dat is een gistkast. Daar staat net 20 liter te gisten. Dus als die lukt, ja, dan zetten we dan een paar flesjes Sassendonk TV bier neer. Gaan we doen. Maar ja, die moet Bats en ik eerst in voorproeven. Of het gelukt is, hè? Ja, nee, we kunnen geen risico nemen. Want Bats heeft ervoor gezorgd dat die gistkast hier achter het huis kwam. Maar ik wil zeggen, als het nou niet lukt met hem... Dan kopen we het gewoon. Bel mij dan even, want dan kom ik in. Nee, dat is goed, John. Hey, je hebt een backup, Bats. Ja, dat is fijn. Fijne ventibolletje. Ja. Die kunnen wij hem. Maar het zal niet zo'n heftig worden. Ongeveer een 7%. Dus dat wordt meer dan genoeg. Of toen doe ietsje meer suiker in het flesje straks. Ja, dat ging wel eens mis. Dat was een beste klap. En een stank in die kast. Verschrikkelijk. Dat geloof ik best. Dat, Ja. Het was net als Bats die morgens op zwerg komt. Maandagmorgen. Oh, maandag. Ja. Is een broodrommel die langs doet. Mijn glaasje, Batsen. Heerlijk, joh. Je doet er lang mee, zo. Zie je mij niet genieten? Ja. Hoeveel glazen bier had dan? Nou, een stuk of 12. Ja. Ik mag niet meer rijden. Ja, jongens. Aan de tafel. Aan de tafel. Kijk eens. Gisteren heel avond aan de ratel gezeten. Nou, dat mag ook wel. Nou, schoon. Oei. Nou, hey, ik kom hier weg dat het op is. Kees, kunnen, ja. Wat willen we meer? Nou, van mij geen vergadering, hoewel. Moeten we nu met data prikken? Ja, we hebben dat toch allemaal. Ja. Herman, doe die camera alsjeblieft uit.